Hallo allemaal. Ik hoef allemaal niet op. Voor groep 4, 5, 6 en 7 hebben Chels en ik zojuist een boekfilmpje opgenomen. Maar we bedachten, we missen groep 3 nog. Dus we zijn even in de boeken van de boekwinkel gedoken. En ik heb een boek uitgezocht wat ik aan jullie ga voorlezen. Speciaal voor groep 3. Mag natuurlijk ook voor groep 1 en 2 als die dat leuk vinden. Maar het is speciaal opgenomen voor groep 3. En het heet De Beer en de Piano. Op de achterkant, op de kaft, staat: op een dag vindt een beer een piano in het woud. Na een tijdje speelt hij de mooiste muziek. De beer gaat naar de stad en wordt wereldberoemd. Toch knaagt er iets. Hij mist zijn vrienden in het woud. En op de voorkant zie je een beer zitten die op het podium aan het piano spelen is. Nou, ik ken het boek niet, maar het lijkt me een hartstikke leuk boek. Misschien kunnen we hem wel in de bibliotheek lenen. En als je hem superleuk vindt en de winkels zijn weer open, dan kom je naar de Horense Boekhandel, want daar is hij te koop. Dat is waar ik nu ook zit. Daar gaan we. Op een dag in het woud vindt een kleine beer iets wat hij nog nooit heeft gezien. Wat zou het zijn, denkt hij. Voorzichtig raakt hij het aan met zijn berenklauwtjes. Ploink! Het vreemde ding maakt een lelijk geluid. Dus gaat de beer weg, maar de volgende dag komt hij terug. En de dag daarna ook. En daarna alle dagen, weken, maanden en jaren. Totdat er de prachtigste klanken uit het vreemde ding komen. En de kleine beer een grote, sterke grizzly is geworden. Als de beer speelt, is hij zo gelukkig. De klanken voeren hem weg uit het woud. En hij droomt van vreemde en schitterende landen. Het duurt niet lang voor de andere beren naar de open plek in het woud komen. Elke avond drommen ze samen om te luisteren naar de magische melodieën die de beer uit het vreemde ding tevoorschijn tovert. Op een avond komen een klein meisje en haar vader voorbij. Ze vertellen de beer dat het vreemde ding een piano is en het geluid dat eruit komt muziek. Ga met ons mee naar de stad, zeggen ze. Daar is nog veel meer muziek. Je kunt er op vleugels spelen voor honderden mensen. En je kunt naar muziek luisteren die zo mooi is dat je vachten recht van overeind gaat staan. De beer weet dat de andere beren hem zullen missen als hij weggaat. Maar hij wil de wereld buiten het woud ontdekken en meer mooie muziek horen. En hij wil beter piano spelen dan hij ooit heeft gedaan. Dus vertrekt de beer. Zijn naam verschijnt in grote, schitterende letters in de grote, schitterende stad. Hij geeft concerten voor volle zalen. Iedere avond speelt hij met zoveel vuur en zoveel plezier dat de mensen hun handen stuk klappen en staande ovaties geven en de beer bloemen toewerpen. De beer maakt platen die iedereen wil hebben. Hij wordt geïnterviewd voor tijdschriften. Hij wint prijzen en ontmoet belangrijke mensen. En de kranten raken niet over hem uitgeschreven. De
De stad is precies zoals de beer had gehoopt, maar diep van binnen knaagt er iets. Hij heeft roem en prijzen en alle muziek van de wereld, maar hij mist het woud. Hij mist zijn oude vrienden. Hij mist zijn thuis. Dus keert de beer terug. Hij haast zich de rivier over en rent opgewonden door het woud. Hij kan niet wachten om zijn vrienden te vertellen over zijn avonturen in de stad. Maar als de beer op de open plek komt, is er niemand. Geen piano, geen beren, niets. Zouden mijn vrienden me vergeten zijn, denkt de beer. Zouden ze boos zijn, omdat ik ben weggegaan? Dan stapt er een grijze beer achter een boom vandaan. Hallo, roept de beer. Ik ben terug. Ik heb jullie zo gemist. Zonder iets te zeggen, rent de grijze beer het woud in. Wacht, roept de beer. Sorry dat ik ben weggegaan. Stop, alsjeblieft. Maar zijn vriend rent door. De beer haast zich achter hem aan, dieper en dieper het woud in. Tot hij iets ziet waar zijn vacht recht van overeind gaat staan. De beren zijn hem niet vergeten. Zijn vrienden zijn niet boos, ze zijn juist trots. De beer snapt dat het niet uitmaakt hoe ver hij gaat of hoe lang hij wegblijft. Zijn vrienden zullen er altijd voor hem zijn en hem vanuit de verte volgen. Ze hebben zelfs de piano voor hem bewaard, wachtend op zijn terugkeer. Dus als de beer zijn vrienden heeft verteld over zijn leven in de stad en over alle concerten die hij heeft gegeven, geeft hij er nog eentje. Dit keer voor het belangrijkste publiek van de wereld.